mensen. Het is het mooi om hier zo met elkaar te zijn. Ook ik ben onder de indruk van het gebed van de dominee. We kennen elkaar al langer en dan kom je elkaar meestal tegen bij de kaarsjesavond of zo. Maar ook dit soort dingen hoort er uiteraard bij. Even een moment van beginning om mee te beginnen is heel goed. Want ik kwam hier binnen en ik werd heel hartelijk welkom geheten in Onvervalste Molux. Net werd er al keurig gesproken in Onvervalste Molux. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik de woorden gerp en genapen nog goed heb gelezen. En voor het overige wist ik me even zeker van een goede tolk recht naast mij. Want mijn vrouw is een kwart, als ik het goed zeg, van Indonesische afkomst. En dat was net genoeg om mij wat in de oren te fluisteren, zodat ik het keurig kon volgen. Maar je kon daarna ook nog met een Nederlandse vertaling. Dat was helemaal perfect. Helemaal goed. Maar dat betekent dus dat ook ik al iets voel en meegekregen uiteraard van het Molux zijn, het Indonesisch Molux zijn, hoe je het ook formuleert. Want die geschiedenis waar we aan refereren was natuurlijk niet zo fraai. 65 jaar en iets langer geleden. Ik vind het heel mooi dat de hele Molukse samenleving zo goed is geïntegreerd in Gennep, dat daar over en weer dat respect waar ik het net over had ook is. Wel nu, we gaan over tot de officiële opening. Ik begrijp dat dat het openen van een fototentoonstelling is en een maquette. Dat zal daar verderop zijn. Dus ik stel voor dat we dat gaan doen. Dank u wel. Heel veel plezier vandaag, vanmiddag, vanavond.